Vandaag nemen we een kijkje in de keuken bij MIP en Michael Elst gaat jullie precies vertellen wat hun product zo bijzonder maakt. Welkom bij MIP. Wij produceren composiet opslagtanks en silo's zoals je hierachter kunt zien. Hoe dat in zijn werk gaat, volg me eventjes in de fabriek, dan leg ik het jullie uit. We zijn nu binnen en hier in de fabriek kunnen jullie zien wat we onder andere maken. Wat ons uniek maakt is dat wij composiet tanks en silo's kunnen produceren tot 4000 kub inhoud. Voor zover wij weten is er niemand ter wereld die dit in de shop kan doen. Wij produceren onze opslagtanks en silo's uit composiet. Dit doen wij omdat dit vele voordelen heeft ten opzichte van de traditionele materialen zoals staal en roestvrij staal. Denk aan een betere isolatiewaarde, een lagere CO2 footprint en het roest ook niet. Onze composiet opslagtanks worden gebruikt voor de meest diverse sectoren. Je kunt dus denken aan food, feed, maar ook chemicaliën of afvalwaters. Wij hebben twee productielocaties, waaronder eentje in Rijkenvorsel en deze in Moerdijk. De reden dat wij in Moerdijk zijn gevestigd met een nieuwe fabriek is omdat de grote diameter tanks niet over de weg vervoerd kunnen worden. Die gaan namelijk allemaal via het water. Bedankt voor het kijken. Zijn er nog vragen? Zet deze dan in de comments en tot de volgende poortstory.